De ontwerpwet instelling kustwacht is gisteravond met algemene 30 stemmen aangenomen. De kustwacht is nu na 4 jaar bij wet geregeld. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp zijn felle discussies gevoerd waarbij de leden zich onder andere afvroegen of de kustwacht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken of onder Defensie zou moeten resorteren. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de kustwacht een civiele rechtshandhavingorganisatie is die haar taken in de territoriale wateren, het continentaal plateau en de exclusieve economische zone zal uitvoeren. Waar nodig zal zij hulp- en reddingsoperaties uitvoeren, alsook het toezicht houden op de naleving van de geldende wettelijke regelingen in het maritiem gebied, zegt Noor-Salim. Er is daarom gekozen voor een publiek-privaatrechtelijke bedrijfsvorm. De kustwacht voor Suriname is een bij wet ingestelde zelfstandige organisatie die de taken zal uitoefenen welke, zoals eerder aangegeven, tot dusver door voornoemde ministeries en instanties in het zeegebied werden vervuld. De kustwacht is een organisatie die gezien de aan haar toebedeelde taken in voorkomende gevallen snel en slagvaardig moet kunnen optreden. Dit maakt het noodzakelijk dat deze organisatie over een structuur, securechtsvorm, beschikt die haar daartoe in staat stelt. Er is daarom voor gekozen om de kustwacht, de rechtsvorm van rechtspersoon, sui generis te doen hebben. Met name een bij wet ingestelde publiek-rechtelijk rechtspersoon die belast wordt met publieke taken. De kustwacht resorteert al zodanig onder de minister van Binnenlandse Zaken. NPS-parlementariër Gregory Rusland vroeg zich af of de kustwacht, zoals minister Noor-Salim dat aangaf, zou moeten opereren als de politie op zee. Dit terwijl er in een van de wetsartikelen wordt gesproken over diensten aan derden verlenen door de kustwacht. Rusland vreest dat hierdoor de taken van de kustwacht op de tweede plaats zullen komen te staan. En ik vraag me daarbij af, als je de kustwacht in een positie brengt dat ze diensten kan verlenen aan derden, als je de mensen niet in een vervelende positie brengt. Want we weten dat in de praktijk, als er bedrijven zijn, als er personen zijn die diensten zullen vragen van de kustwacht, dat er bepaalde relaties ontstaan, waardoor natuurlijk het moeilijk is om de taken waarvoor de kustwacht in eerste instantie is opgericht, om die uit te voeren. Er moet geen band ontstaan tussen kustwacht en mensen die diensten nodig hebben. Ik zou zeggen, laten we stimuleren dat particulieren die diensten die nodig zijn gaan uitvoeren op zee en de kustwacht wat dat betreft niet in die situatie brengen dat ze diensten kunnen verlenen aan derden en daarmee dus afhankelijk zijn van derden. Voorzitter, bij artikel 14 lid A wordt er gezegd de financiële middelen van de kustwacht bestaan uit financiële middelen die ten behoeve van de kustwacht worden opgebracht op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wordt de totale begroting ten laste gebracht op de begroting van BISA of slechts een deel van de begroting? Omdat de financiële middelen van de kustwacht daarnaast bestaat uit financiële middelen verkregen uit andere verleende diensten en legaal verkregen inkomsten. Daarbij wordt er door de minister hier gezegd, voorzitter, van dat boetegelden die geïnd zijn en die ook behoren tot legaal verkregen inkomsten overgedragen zullen worden aan het ministerie van Openbare, aan het Openbaar Ministerie. Voorzitter, hoe gaan we daarmee om? Ik vind van wanneer de kustwacht middelen mag genereren en middelen uit verschillende bronnen, dan moeten die middelen zichtbaar op de begroting worden opgebracht. De verslaggeving en verantwoording naar desbetreffende Raad van Commissarissen en RVM, dat moet ook transparant geschieden, zodat men precies weet van dit zijn de middelen die men binnen heeft gehaald en daaraan heeft men die middelen besteed. En niet dat een deel dan gaat naar het Openbaar Ministerie en een ander deel van de verkregen middelen worden besteed voor andere uitgaven en dat BISA weer inkomt met een deel van de middelen. Dat is niet transparant, voorzitter, en ook niet goed voor de uitvoering van de verschillende taken van kustwacht.
Dat is dus NDP-parlementariër Amzat Abdul. En daarvoor zag u NPS-fractieleider Gregory Rusland. Ze spraken gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerpwet instelling Kustwacht. Het wetsontwerp werd uiteindelijk aangenomen met algemene 30 stemmen. De Kustwacht beschikt op dit moment over 3 boten. Het is volgens minister Noor Salim wenselijk dat de vloot binnen een periode van 5 jaar uit te breiden met 2 kustinterceptievaartuigen voor steunpunt Paramaribo en 2 kustwachtvaartuigen.